Taxi. Kan het toch een vrouw, zie je wel? Er was geen taxi. Nou wel, een chauffeur. Zonder auto. Nou heb ik dus gewonnen. Geen sprake van, er stond namelijk helemaal geen taxi. Nee, maar de vraag was ook niet of er een taxi stond, maar van welk geslacht de persoon was die door de intercom sprak. Oh, ja. Ja. Ik weet het, Modam. Je weet het, gefeliciteerd, jongen. Van het televisieprogramma. Van het televisieprogramma, nou fijn toch, prima. Welk televisieprogramma als ik vraag mag? Wat heb je die jongen nou weer wijsgemaakt? Ja, niks. Hij is er zelf mee gekomen. Met een televisieprogramma? Ja, ja. En ik denk dat ons samen zijn mogelijkheden biedt voor een televisieprogramma. Een televisieprogramma? Nou, voor mijn part, je kan het zo gek niet bedenken. Die jongen zegt niet gek. Nee, dus jij wilt op de televisie verschijnen. Nou, dan heb je nog een hele lange weg te gaan, maar je bent tenminste een pad ingeslagen. Gefeliciteerd en doe je best. En jij hebt een nieuwe kandidaat opgepikt, zie ik. Dit is mevrouw van Vergeelkerken. En zij is werkzaam als soldaten bij het leger des heils. Oh, het leger des heils. Is dat niet een beetje te gewaagd? Waarom? Ons onderzoek is toch gericht op een dwarsdoorsnede van de bevolking. En religieuze en filantropische instellingen zijn nog altijd talrijk in het land. Eigenlijk gek, hè? Want je zou denken aan het huidige radicale liberalisme dat niet-commerciële instellingen meteen het loodje zouden leggen. Maar niets is minder waar. Caritatieve instellingen, het vrijwilligerswerk, het bloeit allemaal als nooit tevoren. Ik denk dat het komt omdat het geld onze meest absolute waarde in feite een relatieve waarde vertegenwoordigt. Een zeg maar een soort ruilwaarde en ons soldaat op tekort schiet en het toekennen van enige zin aan ons leven. En er behoeft natuurlijk ook geen verklaring dat van oudsher de christenen dit lijden aan zinledigheid ook nog weten uit te baten. En vele, vaak jonge mensen, weten aan te zetten tot onbetaalde zorg voor de medemenselijkheid. Zo is het toch, mevrouw Vergeelkerk, of mag ik... Riet zeggen. U mocht gerust Riet zeggen als dat het contact vermenselijkt. Nou, fijn, Riet. Zal ik je even voorstellen, dit is Adam, mijn vrouw, en dat daar is onze zoon Eddie. Ja, ja, we nemen nog geen afscheid van onze kandidaat, dat zie je wel. Fijn, toch kunnen we dadelijk nog even nababbelen. Ik ben zo razend benieuwd wat in mijn aanwezigheid in dit appartement allemaal is voorgevallen. Terwijl mevrouw van Geelkerk mij op smakelijke wijze onderhield over de concrete totstandkoming van de Koninkrijk Gods, heeft Ella jou, naar ik begrijp, ook de schellen van de ogen gerukt door de ware missie van onze samenkomst onthullen. Wat wil je zeggen, Knul? Wat? Sorry. Ben je gek? Je hoeft helemaal niet te schamen. De schaamte is collectief. Maar zolang we elkaar durven blijven aankijken, is er wat jouw mama en mij betreft helemaal geen reden om meteen je biezen te pakken. Mama. Nee, ik ben onmiddellijk bekend te erkennen voor het moederschap weinig talent te bezitten. Ik heb er ook niet voor gestudeerd. Maar zolang je me als vader nog serieus zou kunnen nemen, vraag ik jou mij 10 minuten de kans te geven een redelijk gesprek met je te voeren. Natuurlijk begrijp ik dat je van ons walgt. En dat je walging in de uiting is van een dieper gelegen haat en zelfhaat die de perverse neigingen die je ons bekennen voor een deel wel verklaren. En ik begrijp eveneens, en ik neem aan dat zowel Rita als Ella daar evenzeer begrip voor kunnen opbrengen, dat je zo diep schaamt voor wat je ons zojuist vertelt. Dat wil zeggen, voordat mevrouw Vergeelkerk haar entree maakt in ons huis, dat je de grote moeite ermee hebt haar in aanwezigheid van een onbekende dame dit allemaal nog eens te herhalen en te herkennen. Maar toch wil ik je vragen om iets te beheren. Wat kom nou eens op? Eddie is toch meer bereid dan jij denkt? En tante Riet kan onze Eddie misschien wel helpen? Nee, nou, hoe raak je het zo? God, Anna, wat heb je toch altijd een fijne neus van mijn ideeën. Dat is namelijk precies de reden waarom ik haar heb uitgenodigd even boven te komen. Was een flinke klim, hè, Riet, of niet?